Twee schoonmaakbedrijven dragen een opvallend steentje bij aan de bestrijding van de coronacrisis. In hun vrije tijd desinfecteren ze speeltuintjes in de woonwijken van Almere. Ja, we moeten met z'n allen tegen corona zijn. Of tegen corona vechten, zeg maar. Ja, en ik denk dat dit een klein beetje helpt. Je krijgt applausjes, koffie. Mensen die gewoon spontaan dankjewel zeggen. Applaus in de stad. Dat was superleuk om te doen. Twee weken geleden werkten de bedrijven samen aan een klus in het centrum van Almere, waar ze het straatmeubilair moesten desinfecteren. Van het publiek kregen ze zulke enthousiaste reacties dat ze de speeltuin schoonmaakactie bedachten. We kregen daar een goed gevoel over en we reden eigenlijk naar huis. En toen zei ik tegen Shai van Clico met, is het niet een idee? Kinderen zitten nu thuis. Is het niet een idee om nu ook de speelplaatsen te desinfecteren? Dan moet je mij niet vragen. Dus let's do it. Gewoon doen. Nou, nu zijn we denk ik al anderhalve week bezig. En her en der in Almere hebben we al wat speeltuinen gedaan. En ja, het voelt toch gewoon goed. Dus we blijven het ook doen tot hoever het nodig is, om zo te zeggen. De schoonmakers doen het op eigen kosten naast hun dagelijkse werk. Dat voor een deel gewoon doorgaat. We moeten ook tijd maken. Hè? Tijd hebben. Want we zijn ook met onze eigen werkzaamheden bezig. En zoals gisteren was Parkwijk en Danswijk aan de beurt. En dat heeft te maken omdat hun ook gisteren de afvalreiniging hadden. Dus dan is hij klaar met werken en ik klaar met werken. Doe ik de bak leeg scheppen, schoon achterkant. En dan pakken we die wijk, dan ben ik toch al. Dus dan hoeven we niet te veel extra kosten te maken en dergelijke. Ik heb 7 horecazaken in onderhoud, dus ja, er is wel een omzetdaling. Maar daarentegen kunnen we dat daardoor nu dit doen. Het gaat er meer om dat kinderen die komen vanuit huis, die kunnen misschien virussen dragen. Het zou kunnen. Die raken de toestellen aan. En dan zou het fijn zijn als het gewoon weggaat. Dus met die hoge druk die ik dan heb. En de spullen die hij dan heeft, de materialen en desinfectiemiddelen. Het is gewoon een goede combinatie. De actie is tot nu toe een groot succes. De aanvragen vanuit bewoners stromen binnen. Ja, we zijn nu op denk ik een stuk of 13, 14 denk ik. Waarvan hele grote en ook wat kleinere natuurlijk. En dat gaan er alleen nog maar meer worden. Ik zou zeggen, stuur een mailtje of naar De Bron Schoonmaak of naar Clico Collectieven. We doen het met alle liefde.